Yo YouTube, ik heb vandaag afgesproken met Upshift NL om een rondje te gaan rijden. Blijkbaar wonen we best wel dicht bij elkaar. We gaan even tanken, misschien nog wat foto's maken. Kijken of we nog wat mooie shots met z'n tweeën kunnen maken. Hij heeft ook een dikke motor. Custom wrapped, alles erop en eraan. Nou, wel eens even zien wat er van gepakken gaat worden. We hebben ergens afgesproken, ik ben eigenlijk bijna 20 minuten te vroeg. Kan ik hem in ieder geval vast even warm rijden. Was hij al. Ik had je net geëdd, man. Nee, ik sowieso ook niet. Ga jij maar. Zo, bandje 6 stond er fucking laag. 1,7 en 2,1. Ik had ze nog nooit gecheckt, dus ik heb die echt maar eens even volgegooid. Ik ga nu even tanken met Upshift. Vandaag gaan we nog even wat foto's maken. Spiegelreflex bij. Kijken of we wat vette shots kunnen maken. Ik heb nog steeds geen kleding. Ga ik van het weekend halen op de motorbeurs. Hopelijk. Dan gaan we het wel even zien. Oh, strak, strak. Ah, kontje heeft die motor. Damn. Lukt weer goed. Samen een stukje rijden. Ik ken de Upshift ook nog niet voordat ik mijn motor had, dus het is puur toeval dat ik hem nou heb leren kennen. We hebben elkaar gesproken op Insta, zitten nou samen in een WhatsApp groep. Met wel andere lui hier uit te zien, niet allemaal uit de buurt. Maar het is wel chill dat ik nu even met hem kan rijden. Er zijn ook wat leuke dingen gepland die we samen gaan doen, waarschijnlijk naar ROC. Bike of the Century, of Ride of the Century. Een tripje met Bike Life Brabant. Leuke gasten. Zelf contact gezocht met mij. Ik
wist niet dat de scene zo vriendelijk gezind kon zijn. Maar het bevalt me nu al prima. Ik wil even wennen aan die bandjes, man. Dat is nogal een verschilletje. Zijn bike is echt strak. Volgens mij had hij een Yoshimura uit dat, maar niet zeker. Ja, volgens mij wel. Hij heeft kleren aan, man. Ik durf hem nog niet vol open te trekken. Ik zit hier nog in mijn spijkerbroekje, truitje, jasje. Plus ik heb nog niet zoveel ervaring als hem, dus ik moet nog wat vertrouwen krijgen in mijn bike en zo. Lekker hoor. Het is vrij druk hier. Rond 5 uur, dus ja, iedereen gaat naar huis. Logisch. Hier 3 horsepower. Alle 3 eentje. Ja, tank in België is veel goedkoper. Staat nou volgens mij 1,28. Terwijl je in Nederland al denk ik gauw tegen de 1,50 aanloopt met een per liter. Dus we gaan hem zo even volgooien hier in België. Aangezien we toch een stukje wilden rijden, kunnen we nou net zo goed hier doen. Het scheelt toch weer een paar euro. Op een autotank scheelt het al snel een tientje. Dus ja, snel verdiend. Ik spreek je nog. Zo, dat was even een kleine meet met Upshift. Ik zal zijn Insta en zo ook even op onder mijn description zetten, zodat jullie allemaal
hem ook even een follow kunnen geven, zowel op YouTube als op Instagram. Later!